Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat het hele land bedekt ligt onder een laag bewolking... ...en uit die bewolking valt ook regen in een groot deel van het land. In het uiterste zuiden en zuidwesten is het iets droger weer, maar ook daar valt af en toe wel wat regen of motregen. De meeste neerslag valt in het midden en noorden van het land. Het wordt vandaag zo'n 10 of 11 graden en er staat niet al te veel wind, zwak of matig. Windkracht 2 tot 4 uit zuidelijke richtingen veelal. Later vanavond wordt het een zuidoostelijke wind. Dan wordt het ook geleidelijk aan vanuit het zuiden droger en komen er een paar opklaringen. En dan morgen hebben we eigenlijk heel aardig weer. In het noordwesten eerst nog vrij veel wolken en misschien nog een beetje regen, maar geleidelijk aan wordt het ook daar droog en dan breekt de zon overal geregeld door. Door 10 of 11 graden en er waait een matige wind uit het oosten tot het zuidoosten. Dan dragen daarna, dinsdag, woensdag en donderdag, veelal droog weer, misschien een enkele bui op woensdag en donderdag. Verder vrij veel bewolking, maar soms ook wat zon. De middagtemperatuur moet langzaamaan wat inleveren en zakt van 10 graden op dinsdag naar 7 tot 9 graden op donderdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.